Een student heeft met succes een HBO-opleiding afgerond. Daarna bedenkt ze wat ze nu wil gaan doen en besluit te beginnen aan een universitaire studie. Gezien het feit dat zij voor haar nieuwe studie wederom recht heeft op zes jaar studiefinanciering en een normaal collegegeld, is dit financieel voor haar haalbaar. Terwijl zij bezig is met haar tweede studie, komt er in de Tweede Kamer een verhit debat over de Harmonisatiewet. De regering bereidt namelijk een algemene maatregel van bestuur. AMVB voor, die inhoudt dat de inschrijvingsjaren bij HBO en universiteit bij elkaar moeten worden opgeteld. Voor studenten die gedurende zes jaar ingeschreven waren bij HBO en universiteit samen, komt met onmiddellijke ingang een eind aan de studiefinanciering en gaat een verhoogd collegegeld in. Er zijn Kamerleden die de AMVB oneerlijk vinden voor studenten die op dit moment bezig zijn met hun tweede studie. Er moet echter bezuinigd worden en de AMVB wordt bij koninklijk besluit vastgesteld. Studenten komen in protest en de studenten spannen samen met de Landelijke Studentenvakbond een kort geding aan tegen de staat. Is deze regeling in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel? Mag deze regeling door de rechter worden getoetst aan dergelijke rechtsbeginselen?